Iedereen die deze video liked en abonneert op dit kanaal komt in beeld. Dus ben je nog niet geabonneerd met het belletje aan? Doe dat dan nu. En wie weet kom jij in de volgende video in beeld. Dit zijn in ieder geval de laatste 10 abonnees. Oh ja, en voor ik het vergeet te melden, hier hebben we nog 3 abonnees die al lang geabonneerd zijn en graag in beeld houden. Dus wil jij ook nog eens in beeld en ben je al lang geabonneerd? Laat een comment achter en ik ga je in beeld doen in de volgende video. Hallo guys, like deze video. Anders? Come to your house. And that's not what you want. Subscribe dan, zet dan mijn notificaties bij aan. En vandaag ben ik 24 uur lang Ronald McDonald's. Maar niet de normale Ronald McDonald's. De creepy Ronald McDonald's. Eerlijk, gelijk op een klauw mensen. Ja, ik heb vandaag even geen rood haar. Ik ben vandaag een beetje in mijn vakantiestemming. Laten we gaan opnemen. Ronald McDonald's is niet zo goed. Mensen, ik kan jullie ook wel laten zien dat ik een leuke clown kan zijn. Nou, wat is dat? Hey joh, rotting, kom mee. Like deze video voor een Happy Meal of een Ronald McDonald's burger. Liken. Maar, lieve mens, ik heb ook vandaag een mooie hut gevonden. Ik weet niet of ik mijn McDonald's vlag hierbij kan zetten. Maar... dit is een prachtige hut. Oh. Wat is er met deze hut gebeurd? Ik krijg jullie wel, mensen. Wie dit heeft gedaan? Hoe heet dat ding? Ben ik op film? Ah, zo werkt hij dus. Alright, ik ben dus bijna aangekomen bij een hut. Misschien is het wel een goed idee om een Ronald McDonald's logo neer te plaatsen. Of ja, een McDonald's foto. Of een McDonald's sign. Maar kijk daar. Hier kan ik prima mijn McDonald's stuff in. Kijk dan, deze hut is er precies voor gemaakt. Als jullie iets bij de McDrive willen bestellen, dan moet je bij deze hut langskomen. Zo. Oh, de McDonald's is een beetje moe. Godverdamme, het is maar nat. Lekker genieten. Lieve mensen, ik heb de allereerste McDonald's ooit gevonden hier. Ja, dat is de allereerste McDonald's die ik heb gebouwd. Kijk eens aan mensen, dit is een McDonald's. Dus lieve mensen, als jullie daar willen bestellen, klik dan op de interknop. En ik kan jullie lekker eten bezorgen. Ik kan alleen niet zeggen hoe oud het eten is. Misschien is het wat dik over de datum, maar dat maakt toch niet uit. Het is eten, dus je kan gewoon eten, oké? Okay? En als je niet eet, dan smek ik je omhoog. Mensen denken zelfs dat ik een slapje aan het ben. Maar is dat zo? Misschien hebben ze wel gelijk, mensen. Alright, dit is mijn cirkel. Mijn naam is Ronald McDonald's. En weet je, ik heb een cirkel op mezelf gekregen. Kijk wat er gaat gebeuren. Oh, wacht, ik moet even laten zien hoe het eigenlijk kan. Waar gebeurt er niks? Wat is er met deze stenen? Ik heb gefaald door het volgende. Oh ja, en wil jij je kinderen meenemen naar het bos? Je moet maar zien wat ik met deze kinderen heb gedaan. Wat zijn ze nu te bekennen dan? Jullie zijn hier welkom. Ik heb nog niet eens gegeten vandaag. En ik moet nu al nooit een plasje doen. Even serieus. Hoe lang heb ik al geen McDonald's meer gegeten? Ik ga zo meteen eens terug, want ik was voor het laatst ontslagen. En ik ga ze wraak nemen op de werknemer. Maar eerst even lekker plassen. Heb je lekker genoeg water gehad? Genoeg energie om weer door te gaan. Wat verrassend. Ik zie drie fantastische palen staan. Nou, laat me even. Ik hou wat totempalen. Maar hoe kom je erop? Kom maar zo toch? Oh, ik zie het al. Net als een aap. Daar ben ik dan. De klam op een paal. Oh, dit is mijn oude McDonald's. In januari, ik laat even een verleden zien. Tot aan McDonald's. Dit is het. Oh mijn god, mensen. Wat? Oh mijn god. De M-logo staat daar gewoon. Oh, what the hell. Ik zie gewoon een intercom op deze tak, mensen. Oh. Telly, jij was voor mij daar naartoe gegaan, hè? Dan had jij Daniel Dorks ook meegenomen. Hier had ik jullie te pakken genomen. Maar laat ik even naar binnen gaan. En wij stootjes met McDonald's. Ik heb alleen een beetje dikke bollen. Een dikke bollen. Ik zit lekker te eten. Even de intercom indrukken. Waar is de intercom? Eet je? Dan ook geen eten voor jullie. Oké, mensen. Nu gaan we naar de auto toe. En vandaag gaan we even naar McDonald's. Nou, even de auto rusten. Ik wil zelf een stukje te rijden. Oké, mensen.
Het is de hoogste tijd om naar de McDonald's te rijden. En ik ga de medewerkers even verrassen. Want ik ben van de McDonald's. Ik heb even geen masker op vandaag. Want ik ben gewoon in de McDonald's hoor. Maar volgens mij ben ik al wit genoeg. We gaan lekker McDonald's bestellen. Had ik niet met een clown ding op. Waarom niet? Ja jongen, ik wil niet in elkaar geslagen worden straks hè. Bedoel, nou ben ik misschien een leuk groen goed gezicht. Want anders is mijn gezicht misschien verbouwd. En dat lijkt me geen goed idee. Goedenavond. Welkom bij de McDonald's van Bestrijdswit. Doe met mij maar een Happy Meal met kipnuggets, frietjes, mayonaise moet erbij. Cola alsjeblieft. Ja, ik heb doorheen eraan. Ja, super. Nou, tot nu toe is er nog niks opgevallen. Ik weet niet of ze me goed hadden gezien, ja of nee. Maar met raampje, ik denk dat het anders zal zijn. Oké, we zijn bijna aan de beurt. Ik vind het wel spannend. Ik wil echt weten wat de reacties zijn. Ik ga gewoon normaal praten en kijken hoe ze op reageren. Terwijl ik gewoon normaal praat. Misschien wordt ze boos. Misschien vindt ze wel grappig. Ik weet het niet. Ik vind het spannend, man. Ik heb even een masker weggedaan, voordat ik straks de politie achteraan krijg. Als dat kan, echt niet. Het is gewoon voor de fun, toch? Een keer een leuke video met Ronald McDonald's in de McDonald's. Hoe vaak zie je dat nou gebeuren? Nooit. Gaan ze rijden? Oké, let's go. Moment van de waarheid. Moet nog wel bepalen, hè? Of kijken of hoe gaat het. Dat kan ook. Sta ik er maar een pimp als in mijn handen. Wat is dit nou zeg? Ik had wel iemand verwacht voor het raam. Nou, komt iemand. Hoi. Dat is Ronald McDonald? Zeker. Ja? Vandaag ben ik Ronald McDonald voor 24 uur lang. Dat is maar 9,85 euro. Yes, pinnen? Serieus Ronald McDonald? Ja, zeker. Dat is gewoon goed. Het hoort er een beetje bij, hè? Ja, zeker. Moet wel even mijn frietjes gaan beoordelen. Pak er een fijne dag nog. Ja, dankjewel, hè. Zelfde voor je reactie. Dankjewel. Zelfde. Wie ben ik onder wel lachen? Volgens mij had hij dat masker niet eens erg gevonden als ik Bob had gehad. Maar ik ga even lekker een parkeerplekje vinden en ik ga even lekker eten. Deli, ik bedoel Ronald McDonald's, heeft honger en we gaan frietjes reviewen vandaag. Yay! Wel guys, ik ga vandaag mijn eigen Happy Meal opeten. Ik ben wel de clown van de McDonald's, dus ik moet bepalen of ik dat lekker vind, ja of nee. Hé, door mij is de McDonald's wel bekend, hè? Zonder mij? Wie wist wie de McDonald's was? Alright, ik heb wel een slappertje nodig. En met een klein kind, maar dat maakt niet uit. Oké, mensen, we gaan lekker McDonald's proeven. Het is lang geleden. Wat is er met de McDonald's gebeurd? Dit is fantastisch! Lekker! Oh. Delicious. Maar natuurlijk hebben we ook kipnuggets. Laten we kipnuggets proeven. Wat zit ik te eten? Kip is een dier. Die kunnen vliegen. Waarom eten jullie op? Hey! Wat ben je aan het doen, cameraman? Stom, Mike? Oké, mensen. Vandaag gaan we de Pokémon kaarten unboxen. Ja. We hebben... Oh, wat is dit dan? Is er stickers? Deli, jouw auto? Die gaat anders uitzien. Dan gaan we die opplakken. Mooi. We hebben nog weer stickers. Pika! Pokeball. Nice. Een Pikachu? Die moet ernaast. Kijk dan, perfect. Even kijken, wat is de andere ding gebleven? Hey. Wat is dit? In ieder geval, het ziet er goed uit. Maar hoeveel stickers hebben we nog? We hebben Lidlio. Wat schattig. Gaan we Lidlio plakken. Lidlio komt naast Pikachu. En dan Popplio met 3 pokeballen. Pokeballen gaan we ook plakken. Popplio komt hier naast Lidlio. Moet ze wel blijven plakken, hè. Ik kan me niks beters wensen. Dat ziet er goed uit. En last, nevertheless, Pokémon kaarten. Who's that Pokémon? Als allereerste, we hebben Froakie. Die is een goede Pokémon. Mensen, Froakie, wil je niet tegen vechten? Daarnaast hebben we Pikachu. Pika! Pikapie! We hebben Fennekin. Fennekin. Turtwig. Turtwig, Turtwig. Hey, wat is met jou aan de hand? Wat is dit? Sticker? Popplio. Nog één keer? Ik krijg vanavond geen eten van mij, oké? En jij ook, Pikachu. Als jij er nog eten wil, dan moet je dat niet doen. Maar mijn beoordeling over de McDonald's. Het was goed. Oké, dames en heren. Bedankt voor het kijken naar deze video. Wat ik ga doen, is slapen. Dat betekent maar één ding, dat je de 3000 likes mag halen. Anders ga ik met mijn pak naar jullie huis toe. Ik denk niet dat dat zo gezellig is. Maar mensen, bedankt. Adios.